Lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe Ostende Bonsoir. Het voelt een beetje verweest, letterlijk verweest, om onze podcastnaam uit te spreken. Want we danken die naam tenslotte aan de man die we vanaf nu moeten missen, Arno. Onze voorganger, onze voorzanger hier, letterlijk. Maar kijk, we gaan hier gewoon doen zoals hij het ons heeft voorgetoond. We gaan voortdoen. We gaan hier in zijn Ostende gesprekken blijven voeren met mensen die op hun eigen manier verbonden zijn met deze stad. En we gaan dat vooral blijven doen, oog in oog, met zijn zo geliefde Noordzee. Ik ben blij trouwens dat we net vandaag een echte Ostensje te gast hebben. Iemand die de Noordzee ook heel goed kent. We hebben vandaag bij ons Ineke Stevens, directeur van het Nationaal Visserijmuseum in Oostuinkerke. Welkom luisteraar, blij dat u er bent. Ostende Bonsoir. Gesprekken over eb, vloed en horizon met Guinevere Klaes. Het was winter en er was storm. En we zagen zo een groepje mensen staan, zojuist aan de branding. En die waren aan het springen en aan het roepen en aan het tieren. En ik was echt aan het kijken en ik dacht van, tja, maar wat zijn die daar aan het doen? Papa, kom eens kijken. En mijn pa zei op een moment, ik denk dat dat de eerste keer is dat die mensen de zee zien. Ja. Dag Ideke. Dag Guinevere. Hoe gaat het? Goed. Ja? Goed. Ja. Hoe was je dag al vandaag? Heb je vandaag al de zee gezien eigenlijk? Of is dit de eerste keer? Het is nu de eerste keer en ik was nogthans van plan om even deze morgen hallo te gaan zeggen, maar het is er niet van gekomen. Maar kijk, ik ben blij dat ik ze zie. Zie je ze iedere dag? Nee. Nee, zeker niet iedere dag. Ik probeer heel regelmatig te gaan. Oké. Okay. Ja. Ik heb mijn hele leven op de zeedijk gewoond. Maar echt met zicht op zee? Echt met zicht op zee, ja. Ik ben eigenlijk geboren in Brugge. Uh-huh. En toen ik 5, 6 jaar was, miste mijn mama haar Ostende. Want uw mama was van Ostende? Mijn mama was van Ostende, mijn vader van Brugge. En mijn vader zei Ostende. Want Brugge toch niet erg voor Ostende. Twee verschillende werelden. Ja, totaal. Ja. 20 kilometer van elkaar, maar toch. Dat was hier een culturele woestenij. Ik hoor het en dan zeggen, wat is er niks te doen? Kijk, het geschiedde. We zijn toch naar Ostende verhuisd. En dat was echt het heimwee naar de zee voor uw moeder? Ja, zij zei dat toch. Ja, zij miste dat. En mijn vader zei, maar als we naar Ostende gaan, dan moeten we gewoon het beste van Ostende nemen. Dan gaan we naar de zeedijk. Oké. Okay. Ja. Dus, dat snap ik. All the way dan. Ja, en dat was een fijn appartement. Recht zicht op zee, elke dag onze levensschilderij. We hadden natuurlijk niet veel buren. Allee, enkel in de vakantie en de weekend. Ach, god. Maar het is wel iets dat mijn hele leven bijblijft. Heel dankbaar dat ik daar gewoond heb. En nu als ik passeer, als ik ga lopen op de zeedijk of als ik mijn kinderen meeneem, naar Mariakerke was het dan, dan piep ik nog altijd een keer naar binnen. Zie ik dat de schilderijen dat ik daar nagelaten heb, er nog altijd hangen, ja. En hoeveelste verdieping was? De eerste verdieping. Dat dus was echt? Ja, dus we hadden echt contact met de zeedijk en de vogels. Ik noem dat dan de vogels die zo neerstreken tijdens het seizoen. Ja, ja, ja. In de winter heb je hier gewoon de meeuwen en de plaatselijke bevolking, de steltlopertjes. En in de zomer komt hier van alles toe. Al de kleuren. Dat is. En dat was zo fijn dat je contact hebt met de zeedijk, dus met de mensen die daar paraderen of struien. En dan toch die zee. Allee, maar Ineke, dat kan er toch niet veel zeggen eigenlijk? Dat je opgroeit op, op de zeedijk. Met zicht op zee. Ik bedoel, veel... om het zo te zeggen, mensen die op latere leeftijd naar hier komen om dan te kunnen genieten van dat zicht. Maar dat je als kind daarmee opgroeit. Ja, en dat was ook... Achteraf heb ik dat pas beseft. Ik
constant aanwezig. Je leeft eigenlijk op dat ritme van die zee. Je hoort dat als je in je bed ligt. Je hoort dat als je in de zetel zit, als je aan tafel zit, 's morgens, 's avonds. Ook de toeristen horen. En dat heeft ook wel iets voor in die zomer. Mm-hmm. De VTM-parade die daar voorbij kwam. Ja. Of de mensen die toekwamen op het strand of weer vertrokken. Je leeft daar echt in mee. Maar het bizarre is, ik moest daar nogal langs aan denken, in heel die periode dat ik daar woonde, ben ik nooit op het strand gaan liggen. Maar... Nooit. We gingen daar niet naartoe. Dat is ook zo klassiek eigenlijk. Omdat het er al was eigenlijk. Dus je moest er niet nog extra naartoe. Ja, in de winter wel. In de winter gingen we soms wel gaan wandelen op het strand of naar de zee, maar in de zomer kwam dat er niet van. Maar ik heb dat zulke prachtige dingen ook gezien. Ja, je ziet natuurlijk kinderen spelen op het strand, dat is fijn. Je ziet de lopers, je ziet de honden passeren. Maar een van de mooiste zaken dat ik nooit ga vergeten is dat... Ik weet nog, het was winter en er was storm. En we zagen zo'n groepje mensen staan, zojuist aan de branding. En die waren aan het springen en aan het roepen en aan het tieren. En ik was echt aan het kijken en ik dacht van... Tja, maar wat zijn die daar aan het doen? Papa, kom eens kijken. En mijn pa zei op een moment, ik denk... dat de eerste keer is dat die mensen de zee zien. Ja. En dat was effectief zo. Dat waren nieuwkomers hier. En je zag dat die kinderen waren daarin aan het springen. En die wisten ook niet hoe dat ze daarmee moesten omgaan. Dus die branding kwam dan over en die verschoten dat. Maar ik vond dat zo een van de mooiste momenten dat ik me herinner. In die interactie tussen... En dat je door hun ogen ook weer even beseft wat een onwaarschijnlijk ding die zee is. Hè? Ja. Ja, ik heb dat altijd wel beseft, dat dat zo een levensschilderij is. Mm-hmm. En ik kon daar echt van genieten, van dan naartoe te kijken en dan naartoe te blijven kijken. Als ik hier nu ook niet zit, ik kan mijn ogen daar niet van houden. Ja, ik merk het. Ja, dat trekt die blik constant naar zich toe. Maar ik heb pas later beseft dat zo, dat levend organisme is, dat ook in je zit. Dat ook deel van je begint uit te maken als je daar woont en daar leeft. En in dat opzicht, als ik dan terugkijk aan die 20 jaar dat ik daar gewoond heb, heeft het me op veel momenten veel troost en veel geluk geboden. Mm-hmm. En daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor. En is het vooral, geeft de zee vooral rust? Of, ja, want het is geen rustige zee, hè, de Noordzee. Nee. Voor mij heeft het wel rust, zelfs als het stormt. Maar dat is ook omdat ik een soort van afstand ervaar met die zee. Ik heb daar ontzettend veel respect. En voor ik ga ook zomaar niet in de zee gaan zwemmen. Niet zomaar? Nee, niet zomaar. Ah, ja. Als ik ga zwemmen in de zee, doe ik dat heel voorzichtig en heel wel overwogen. En dat zelfs niet met de bedoeling om echt te zwemmen, maar om echt zo... Dat eventjes voelen. Dat zo contact te maken. Ja, ik vind dat ik dan eventjes ook in een andere wereld zit. En als ik zwem, dan heel voorzichtig. Ontzag bijna. Het ontzag voor En ik denk dat er ook een stuk schrik, angst in zit. Maar dat je dat moet voelen voor die zee. Om dat respect te geven. Want ik vind het machtig. Dat gevoel van in een levend... organisme te zitten. Maar ik blijf er nog niet lang in. Nee. Maar ik geniet er wel van. Zo met valavond met mijn man. Nog even gewoon 10 minuten die zee in. Oh ja. En dat voelen. En dan helemaal herboren er terug uit. Het valt mij op dat vooral de Oostendenaars dat uitspreken. Van dat ze ontzag voelen. Dat er ergens ook een gevaar mee gemoeid is. Dat niet zomaar een zwembad is. Dus dat ze ook wel beseffen van dat is... Je moet wel goed beseffen... Ja. Maar dat is zo'n massa, zo'n... Een immens natuurverschijnsel dat we hier echt voor ons ogen hebben. Ik vind dat machtig. En zeker die draakvlak tussen die zee en dat strand hier. Zo. Ja. Zo. Het is net alsof je aan de ene kant zo het onmetelijk hebt, de eeuwigheid. En dan hier op het strand heb je zo het vluchtige. Mm-hmm. Zo. En net op die raaklijn daar gebeuren de interessante zaken. Dat maakt Oostende ook zo spannend. Hè. Zo die tegenstelling tussen die gigantische zee, onmetelijk, en dan hier de stad die bruist. Zo. Dat is het. Het commerciële eigenlijk. We kunnen wel zeggen, je bent op je 5e naar hier gekomen, maar je bent wel een echte
Ostensie. Ik voel me wel ja. zo, ja. En ik kan dat niet laten, merk ik. Als er hier dan eens een echte Ostendenaar zit, hè, geboren of alleszins getogen, om die te vragen, wat is... Ah, wellicht is het vanuit een soort jaloezie, omdat ik dat niet kan claimen, dat ik niet geboren en getogen Ostendenaar ben. Maar wat maakt, wat typeert een echte Ostendenaar? Ha. Ik denk juist die tegenstelling waarover ik het had. Ik denk als je een echte Ostendenaar bent, geboren en getogen, of getogen in mijn geval, mm-hmm. Dat je weet wat dat goed leven is. Oké. Okay. Ja, dat is hier voor mij de enige plaats in België waar ik zou willen leven. We hebben hier de luxe van die enorme natuur recht voor onze neus en toch de stad. Al de verbindingswegen, het terminus, de haven. Ik vind het hier heerlijk. En ik hoor wel van Ostendenaars, dus dat is een speciaal volkje. Aan de andere kant. Ik werk bijvoorbeeld in Kokseide. En het ligt natuurlijk ook aan de kust, maar je kan dat dus niet vergelijken met elkaar. Echt? Nee, Kokseidenaars, Ostendenaars, mensen van Knokke. Vergelijk ze niet met elkaar. Toch liggen we zo dicht, 60 kilometer Komt is onze kust he? Lang. Ja. En die van Ostende worden eigenlijk wel zo het volksje. En goed zo. Ik vind dat eigenlijk wel fijn. Ik vind dat dat iets is om trots op te dat zien. Zou wel niet. Ja. Dat zou wel niet. Ja. Dat is een donkere stad. He. Ja, dat is best een harde stad. Hè, bij ja. moment. Nu, je zei het er net, je werkt in Kokseide, maar je bent erin geslaagd om die zee... eigenlijk jouw werk binnen te smokkelen. Ja. Je bent directeur van ons Nationaal Visserijmuseum. Waarom verdient die visserijmuseum eigenlijk? Dat is een hele mooie vraag eigenlijk. Dat is ook zo, waarom niet? ik denk dat het eigenlijk een terrein is die zeer onbekend is voor ons. Wij leven op land, wij voelen ons goed hier. En we weten eigenlijk niet wat er daar gebeurt. En dat is het mooiste van mijn job, vind ik. Om eigenlijk te tonen wat die vissers daar op die plas, op dat gevaarlijk landschap, zeelandschap, ja. eigenlijk allemaal doen. En we zijn daar niet genoeg van op de hoogte. Als je ze eigenlijk kan vergelijken, dan dat is ook ze vergelijken met jagers. Ze gaan jagen op vis. Ze wagen daarvoor hun leven in harde omstandigheden. En het is niemand die weet hoe dat eraan toe gaat daar. Dat is inderdaad waar, want we zien ze hier passeren, maar eigenlijk dat weten we van niets. Dat zijn allemaal de kustvissers. Dat zijn de kanalenvissers vaak wellicht. Ja, ja. Maar de mensen die voor weken, maanden weg zijn, of dat ze nu vissen, of dat ze nu werken op zee, aan de loodsen. We hebben daar geen idee van hoe dat leven is. En net dat stukje, dat respect... voor die vissers, voor de visserij. En eigenlijk ook wel een stuk moed, hoor, was dat. Dat is zo fijn om over te brengen. Het is ook het terrein dat mij niet bekend was. Ik ben helemaal niet opgegroeid in de visserij. Ik heb met mijn studies ook nooit een speciale interesse gehad. Je bent kunsthistorica, hè? Ja, kunsthistorica en archeoloog. Dus ja. Ik was altijd bezig, ofwel met 17e-eeuwse kunstenaars. Want je hebt onderzoek gedaan, las ik, in Rotterdam, naar uitgeweken Vlaamse kunstenaars. Ja, naar het noorden. Ja, naar het noorden. Dat is inderdaad iets helemaal totaal anders. Ja, maar het gaat ook over migratie. Ja, nee, dat is juist. Ja, misschien. De waterwegen in Nederland. Nee, het is een heel ander vakgebied natuurlijk. En was het moeilijk, want ze zeggen dat dat een gesloten wereldje is, die visserij. Ik weet het niet. Was het moeilijk om daar binnen te geraken? Ik denk dat de uiterlijke schijn niet moeilijk is. Ik denk dat het niet moeilijk is om gewoon een gesprek aan te knopen met vissers. Maar om het te begrijpen als je er niet in zit of als je het zelf niet doet, dat is iets anders. En om je er echt in onder te dompelen, dat is een fantastische wereld met fantastische, mooie mensen. Ik heb me dan ook wel vaak afgevraagd... hoe dat komt, dat zulke fantastische mensen zijn. Is dat nu omdat wij dat denken, omdat ze dat sappig dialect hebben, omdat ze verhalen vertellen dat wij totaal van achterover slaan eigenlijk? Omschrijven ze een visser? De visser heb je niet. Ik heb er al zodanig veel verschillende ontmoet. Je hebt ervan die hele hun leven
matroos zijn, maar je hebt ook vissers die reders waren, die hele bedrijven opgebouwd hebben, die hun spaarcentjes mooi aan de kant legden om nog een extra schip te kopen, om hun jongens te laten gaan studeren in het buitenland. En je hebt er dan die zeggen, nou, ik heb heel mijn leven gevaren en met geld hing ik uit, 3 dagen lang, totdat weet dit was voor te vertrekken. Ah, zalig toch. En die heeft dat helemaal andere verhalen. Mm-hmm. Maar ik denk wat dat de meeste wel typeert is... zoals we daarnet zeiden, een diep respect voor de zee. Ze zijn niet bang voor de zee, maar ze zeggen wel... Dat merk je, een heel ontzag voor die zee. Wat dat ik ook denk, hoe die heeft de visser een keer gezegd van... Ja, en de visser, er zit nog een slechte karakter in. En dat kwam eigenlijk omdat als je meeging met de schip, ben je afhankelijk van elkaar. Je zit op een hele kleine ruimte. Iedereen had zijn taak. Er was een heel duidelijke hiërarchie, of er zo... moet een heel duidelijke hiërarchie zijn. Dan werkt het ook als er rampen zijn of als er iets gebeurt. Een slecht karakter ging daar niet in overleven. Die ging één reis meegaan en dan ging hij niet meer mee kunnen met het schip. Ja. Dus ik denk dat er bijna veel is. Bijna evolutionair uitgeroeid, de slechte karakter. Ik denk het. En ook het feit dat je moest sterk zijn. Ook bij de vissersvrouwen. De vissersvrouw. Ja, de man waren we... lang van huis. Ze moest zelf zorgen voor die kinderen. Ze stond er alleen voor. Vroeger had je ook geen contact met elkaar als je op de boot zat. En daar komt wel zo dat niet erin te winnen. Kom aan, we gaan door. We zetten door. En dat vergt ook heel wat moed. Niet erin te winnen, zeg. Niet erin te winnen, ja. Niet alleen niet erin, maar niet erin te winnen. Nee, ja. Dat is nog iets anders. Nee, voilà, maar je zegt die vissersvrouw, nee, dat waren ook... Ja. Allee, het woord dat ik de hele tijd aan denk, is hard. Dat moeten zo harde mensen geweest zijn, zo sterk. Enfin, sterk, ze kon niet anders. Er was geen andere keuze. Ja, dat is het ook. Veel mensen zien dat, zeker de vroegere verhalen, dan als je weken van huis bent, bijvoorbeeld om naar IJsland te gaan, dan zag je dat als helden. En ja, inderdaad, maar we mogen ook wel niet vergeten, het was ook uit bittere noodzaak. Het is niemand die voor zijn plezier, denk ik, vroeger 6 maanden naar IJsland ging, om soms terug te keren met niks, omdat er niet genoeg vangst was. Dus dat mogen we zeker niet vergeten. Het is niet veel keuze. Het is geen romantiek, hè? Nee. Het is inderdaad pure simpele... Er zijn prachtige boeken geschreven hoor, over de visserij. En romans ook, waar dat er zeker romantiek in doorcijpelt. Maar romantisch was het verhaal op zich zeker niet. Nee. Ben je zelf al meegegaan met vissers dan? Nee, dat durf ik niet. Ik ben een enorme angsthaas. Is dat het? Is dat? Al veel aanbiedingen gekregen. Ja. Ook zomaar niet veel zeegaan moet ik zijn. Maar wel eens naar IJsland, hè? Dat ben je... Ja, maar dat was met vliegtuig. Ja. We hebben de reis naar IJsland gemaakt en we hebben daar zo de punten van dat de vissers aandeen bezocht, maar met de voeten aan land. Ja. En hoe was dat? Wat bracht dat bij? Oh, fantastisch. Ja, dat was ook heel, heel pakkend. We waren met de groep en veel mensen in die groep hadden familie verloren op die IJslandvaart. En dan hebben we ook begraafplaatsen daar tegengekomen met Vlaamse vissers die daar liggen. En dan hadden we een fantastische gids mee, Johan de Potter, die ook een heel mooi boek over de IJslandvisserij heeft geschreven. En daar zitten echt persoonlijke verhalen bij. En daar sta je dan op het punt... Waar dat er veel scheepsrampen gebeurd zijn. En dan zie je die machtige zee. Want we hebben hier de Noordzee, zoals dat je zei. Het is een machtige zee, het is een gevaarlijke zee. Maar je kan de golfslag hier niet vergelijken met die in IJsland. Die is nog donkerder, die is nog krachtiger, die is nog dieper. En als je dan bedenkt van die mannen zaten daar op zeilboot, 6 maanden op een zeilboot te dobberen. En als er daar storm was, gingen ze tussen de rotsen gaan liggen om toch niet in die hele wilde zee te zitten. En dan liepen die soms tegen de rotsen. En dat zag je daar. En dat werd nu nog altijd dat punt. Onze gids vertelde dat eigenlijk een beetje liguber. De Chinese takeaway genoemd. Chinese takeaway. Omdat als je daar staat... En er komt een golf aan, dan kan hij zelf aan je voeten meesleuren in de zee. En zo zijn er al veel Chinese mensen overleden, omdat die te dicht gaan om foto's te nemen. Dat meen je. Ja. Oh. Vies verhaal, liguber, hè? Ja. Ja. Hoe koud werd dat soms voor onze vissers daar? Want ik kan... Ik denk soms min 20 graden. Ja.
denk dat ook nog eens, hè? Dat ook ja. nog eens. Maar de Amandine, dat is onze laatste boot, ja. hè? Die, ja. En dat is, wanneer is die voor het laatst uitgevaren? Of ongeveer? Ik denk dat het in de jaren 90 moet geweest toch zijn. Nog. Het is toch ja. nog zo lang, hè? Ja. ja. Ben dat nu niet zeker. Ik weet dat hij in het droogdok is gesteld in 2000, dus dat er daarvoor al een paar jaar was. Uh-huh. Dat was de laatste, ja. Maar dat was een motorboot. Dus ja, die gingen twee weken over en weer. Ja. En dat was de laatste. Een prachtig monument, eigenlijk. Echt, eigenlijk een beetje symbool voor Oostende, over wat dat Oostende was met zijn bloeiende haven en dan die ijzandvisserij hier in Oostende. En heeft die de stad ook groot gemaakt. Ja. Het is nog altijd, want vorig jaar had hier ook je mooie expo, hè, onze ijzandvissers en de Ganderijen. Het is wel nog altijd het hoofdstuk dat meest tot de verbeelding spreekt, hè, die kabeljauwvisserij in IJsland. Dat heeft iets heroïs, hè. Dat is terecht dus eigenlijk. Dat denk ik wel. Dat merk je ook onder de vissers zelf. Als je zegt, van, ken je die? Ja, ken die. Maar die, dat was nog een ijzandvisser. Is het echt? Ja, dan zegt hij, er is er ook een rang in. Van die is nog naar IJsland geweest. En dan achteraf, Stefan van Vleteren had een prachtige portrettenreeks gemaakt. Ja. Over de ijzandvissers en degenen die er nu nog zijn. En achteraf had ik nog een anonieme mail gekregen om te zeggen, er hangt daar eentje bij die volgens mij niet naar IJsland is geweest. En er hangt er eentje bij die maar één keer naar IJsland is geweest. Amai, de trots ook nog eigenlijk. Ja. Dat is, terecht ook. Terecht. Ja, terecht. Ook. Ja. En zo zie je dat dat toch iets is, streven. Hè? Maar ja. En is er iets... Want je bent er al... sinds 2016 ben je directeur, maar je werkt er al langer. Hè? Ja. Dus je bent al heel lang met die visser bezig. Ik kan me voorstellen dat leven of zo, of dat die karakters je ergens persoonlijk ook inspireren. Of hun manier van zijn. Oh, ja. Of naar het leven kijken. Oh ja, zeker. Zeker het altijd doorgaan. Ja. Altijd doorgaan. Niet bang zijn. Je overleven aan die zee. Dat heb ik altijd onthouden. Maar ook een heel cliché, stille waters, diepe gronden, kom je heel veel tegen. Mm-hmm. Want het is zo'n mooi vak, die visserij, die zo weinig respect krijgt. En visserij is ook heel breed, dus wij gaan over de harnaalvissers te paard, maar ook over de kustvisserij en over die IJslandvisserij, over de vissersvrouwen, over visserskinderen, over de scholen hier langs de kust. Dus we kunnen verschrikkelijk breed gaan en we komen hele boeiende mensen tegen. Nu, het museum is dicht, hè? Ja, is gesloten op dit moment. Grote verbouwing. Ja, wat heel concreet... Er moest plaats gemaakt worden voor, voor Valentijn. Voor hè? Valentijn, onze liefste Valentijn. Ja. Dat is een potvis dus. Ja, misschien niet onbelangrijk om dat te zeggen. Nee. Ja. Onze Valentijn is een potvis die aangespoeld is op het strand van Sint-André. Dat is bij Oostuinkerke. En die heeft dus op 14 februari al zijn naam gekregen. Valentijn dus. Maar die is lang geleden al aangespoeld. Ik denk dat het in 1989 was. Ja, dat zou mij ook zoiets Ik heb hem niet gezien. Maar mijn man bijvoorbeeld, die hier in Oostende naar school liep, zijn mama is hem komen halen over de middag. Maar. Al de kinderen, dus ze waren maar 5 thuis. En ze heeft met een vlucht naar het strand van Kokseide gereden om nog die potvis te zien die toen nog leefde. Want die is aangespoeld en heeft nog een paar dagen geleefd. En zo heb je... Nu dat we met dat project bezig zijn, horen we zoveel getuigenissen van ik heb hem nog gezien. Of ook heel veel getuigenis van ik heb hem nog geroken. Oh, want die is dan gestorven en dat heeft een geur verspreid die nu nog steeds, al die jaren later nog steeds, als we daarover beginnen en de mensen van de Steunkerken zijn erbij, oh, ik herinner me dan dat ik die dag mijn deur open deed aan de stang. Dat is iets... Ja, geuren, je vergeet dat niet, dat snap ik. Dat is de sterkste herinnering, denk ik. Dat is soms. Ja. Maar dus is hij in 89 aangespoeld en dan hebben ze hem begraven of zoiets? Ja, dus dan moest hij begraven worden. En dat was dan nog de bevoegdheid van het lokaal bestuur. En ze hebben hem dus begraven in Tumbohaarde. Maar eigenlijk is dat daar kleigrond.
Dus we hebben hem terug opgegraven, ja, om hem dus te prepareren om in het museum te hangen een paar jaar geleden. En de mensen die toen ook gewerkt hebben om Valentijn in de grond te steken en hem er nu weer uit te halen, zijn, dat is nog altijd dezelfde stank. Maar, dat was ongelooflijk. En was die hij kwam die, er ook nog altijd met vlees aan terug uit. Door, ja, door de kleigrond. Door de kleigrond, omdat hij zat in het natte natuurlijk. Hè. Dus ja, dat waren echt hompen vlees die daar nog aan hingen. En ik was toen zwanger van mijn derde kind. En ik weet nog dat ik dacht, als ik dit overleef, deze dag en deze uur, komt alles goed met de zwangerschap. En dat is gebeurd. Ja, ja. 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 En maar dus, ja, zeg maar. Je hebt er ook een fantastisch restaurant. En over de middag werden wij uitgenodigd met heel het onderzoeksteam, ook van de UGent, om te gaan eten. Maar dus morgens waren wij aan het opgraven in de geur. En dan over de middag moesten wij in zo'n prachtig, chic restaurant gaan eten. We dachten, hoe doen we dit? Dus we hadden dan gezegd, oké, we doen een ander set kledij mee. We doen andere schoenen mee. En, was dat echt zo erg, die geur? Ja, dat was zeer erg. Kun je dat beschrijven, die geur? Allee, ik weet het niet, of misschien moet het wel zeer jouw waar. Een leekgeur, ja, vermengd met een rotte visgeur, ja, denk ik. Ja. Want de wind zat wel goed op dat moment. Maar soms als ik je draaide of je zat de verkeerde richtingen en je kreeg het in je neus, dan was het even in- en uitademen om je maag tot bedaren te krijgen. Ja. En ook een spetter op je schoenen en ze bleven ruiken. Dan ja, toe. Jongens. En ja. Dus we zaten daar aan tafel, ongelooflijk lekkere gerechten. Zeker als je zwanger bent, geniet je er nog 20 keer meer van. Maar heel af en toe roken we zo het even en dan kijken naar elkaar. Komt het van jou? Komt het van mij? Iets aan de schoenen? Ja. Memorabele middag. Ja. Maar dus nu, Valentijn is in Gent en die wordt daar netjes geprepareerd, ja, geurloos klaargemaakt. Ze hebben een speciaal bad voor hem laten maken op maat. Waarin dat is de beenderen worden, dus het vlees afgeweekt van de beenderen. Dan worden de beenderen behandeld, dan worden die nog gewit. Dan worden de herstellingen aangedaan. En nu zijn ze aan het puzzelen op een zolder, letterlijk, om hem weer in goede volgorde te leggen. Hè, en te kijken, zijn er beschadigingen aan, waar moeten we herstellen? Okay. Wauw. Ja. En dan komt hij thuis definitief in het museum. Ons. Ja, we bouwen dus een hele zaal voor onze Valentijn. Ah. Ja, ik kijk er naar uit. Maar ik kan niet wachten. En wanneer gaat het weer open? Of hangt er vanaf? Hangt er vanaf. Nooit een datum zeggen eigenlijk, nee. Want dat wordt nog toch. Het is zo. Hè. Zeg, we gaan eens naar wat muziek luisteren, Ineke. En daarvoor laten we ons altijd leiden door de getijden van het moment. Wat denk je? Waar zitten we nu? Ik denk dat het hoogwater geweest is en dat hij aan het aftrekken is, dat hij naar rap gaat. Het is niet zo makkelijk te zeggen, inderdaad. Hè? Nee. Het is niet... Het, ja. Maar het is, ik zou ook zeggen eerder hoogwater, toch? Ja. Ja, oké. Nee, alhoewel, ja, het zit zo wat tussenin, hè? Maar het is zeker... Ja. Want we zitten veel dichter bij hoogwater dan dat we bij laagwater zitten. Hoogtij, dus welke muziek, Ineke, of welk nummer leg jij op hoogtijdagen op vrolijke momenten? Of wat associeer jij met hoogtij? Goh. Wat dat mij heel gelukkig maakt met kinderen. Ik kan instinctief zielsgelukkig worden van hen. Je hebt 4 kinderen, hè? 4, ja. Ja. Wauw. Ja. En hoe oud zijn ze? Prachtige kinderen. 10, 8, 2,5 en een jaartje. Ja. Wauw, en ook stevig, denk ik dan direct ook. Ja, maar zij kunnen me zorgen wegnemen. Veel zorgen geven natuurlijk ook, maar de oppervlakkige kunnen ze perfect wegnemen. En ik was gisteren mijn dochter in bed aan het steken. En er zit sinds een paar dagen een merel op ons dak. En die zingt zijn mooiste lied. Want de merels zijn goed nu, hè? Oh, ze zijn nu op hun best. En hij heeft zo'n beste van zichzelf. En op het dak van mijn buren zit er een. En op het dak van mijn andere buur. En je hoort ze dus concurreren ze, bijna. Ze zijn volgens mij aan het concurreren voor een vrouwtje te behagen. En die heeft het beste van zichzelf. En ik was dat aan het uitleggen aan mijn zoon op dat moment. Van, kijk, hoor je de merel? Hij zit net daar in de hoek. Hij was aan het luisteren. En nu wachten we
het had antwoord komen en dan hoorden we de wereld daar op het andere dak. En dat was een heel fijn moment. En ik moest, toen ik terug in de living kwam, denken aan het liedje van Paul McCartney, van de Beatles eigenlijk. Blackbird. Oh, die vind ik zo mooi. Oh, dat is prachtig. Oh, ik ben zo blij dat je dat... Oh, dat is een van mijn favoriete nummers ook. Oh, heerlijk. En dat gaat op zich niet over Merel. Maar het is dat zo'n mooi symbool. Ook voor dat doorgaan, de kracht vinden. Een moment vinden om je vleugels uit te slaan en ervoor te gaan. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Alsof je deze dagen in een vrij goede, ook in getijden zit. Dat jij ook zelf wat in hoogtijdagen zit. Klopt het? Ik denk het wel. Ik denk met ouder worden dat je rustiger wordt. Mm-hmm. Ik denk dat je met ouder worden... Je bent 38 nu? Of? Ja, ik word er 39. Oké. Okay, ik zit in het jaar van de 39. Goeie leeftijd? Ja, moeilijk te zeggen op het moment. Maar je zegt, je wordt rustiger. Maar... Nee, ik denk dat ik wel geleerd heb, ook door de kinderen en ook door mijn man, door de zee, zeker ook, te genieten van... Ach, het is cliché, maar van de kleine dingen. Tuurlijk, ja. Het is cliché, maar het is niet makkelijk, hè? Nee, maar het is ook effortless. Ik moet niet zoeken naar kleine dingen om van te genieten. Ik kom de laatste tijd... Soms zaken tegen waarvoor dat ik intens dankbaar ben dat ik vroeger naartoe op zoek zou geweest zijn. Okay. Dus ik denk dat de zoekende fase voor mij... Je bent altijd zoekende in je leven, hè? Maar voor dat goed geluk, dat basisgeluk, dat thuisgeluk, in al zijn aspecten... Dat die er is, die basis. En dat is fijn om te weten. Dat brengt rust. Mm-hmm. En dat kan je bijvoorbeeld laten... Dat kan je bijvoorbeeld terug in de living komen en zeggen... Hé, dat was wel echt een fijn moment daar met die zoon die aan het luisteren was. En iedereen die moest stil zijn om die Merel te horen. Zalig. Ja. Je bent moeder van 4 kinderen, ook in een nieuw samengesteld gezin, hè? Ja. Is daar... Loopt dat vanzelf? Want dat is niet altijd vanzelfsprekend, hè? Nee. Ik zou liegen, moest ik zeggen, dat vanzelf loopt. Dat is eigenlijk een proces dat je meegaat, waar je moeilijke momenten hebt en hele fijne momenten ook. Maar dat je wel moet rationaliseren. Mm-hmm. Denk, als je in een gezin zit met vader, moeder, klassiek... Dat het natuurlijker zou gaan. Mm-hmm. Of dat je reacties op bepaalde acties of situaties anders is. Dat je het nu meer rationaliseert. Mm-hmm. Dat die voor mij
zo de iedereen gelijk, mm-hmm. dat ik dat heel erg rationaliseer. Terwijl ik dat denk, ik kan het niet zo hebben. Het is natuurlijk ook een fijne uitdaging. Hè? En ik ben immens dankbaar dat mijn... Dus het is mijn man die 2+ kinderen heeft. Ik heb er geen. Ja. Dat hij dat doet. Ik heb daar heel veel respect voor. Het geduld en de liefde waarmee dat hij dat doet. Want waar ligt de grootste uitdaging? Is volgens jouw ervaring, hè, bij zo... Als je een nieuw samengesteld gezin bent. Nou... Ik denk dat voor mij de uitdaging in het begin vooral het schuldgevoel niet te erg voelen was. Ik heb me heel lang schuldig gevoeld tegenover mijn kinderen dat ik überhaupt gescheiden was. Mm-hmm. Maar ik heb die beslissing wel overwogen, genomen, ook in functie van de kinderen. Mm-hmm. Altijd met de premisse van we zullen blijven overeenkomen en we zullen alles doen om ervoor te zorgen dat de kinderen geen nadeel zullen hebben van die scheiding. En dan leer je een nieuwe partner kennen natuurlijk. En omdat ik zelf ook uit een gezin kom waar mijn ouders gescheiden zijn en allebei andere partners gehad hebben of hebben, wilde ik, ik ga niet zeggen, niet aandoen wat ik meegemaakt mm-hmm. heb, maar wou ook attent zijn op de zaken waar ik me vroeger van aangetrokken heb, wou ik dat niet voor hen. Okay. Dus dat is wel een proces dat je heel veel over nadenkt, dat je situaties bekijkt, herbekijkt, waar ik ook heel gevoelig in ben. Mm-hmm. Ik heb altijd gezegd, kinderen komen voor mij op de eerste plaats. Maar je moet dat ook een bepaalde plaats geven. En ik kan ook niet zeggen tegen mijn partner, mijn kinderen zijn hier koning, dat gaat ook niet. Dus je moet... Het is veel meer rationaliseren en zeggen, wat is hier correct, wat is hier niet correct, in welke mate... mag Alexander dus, mijn man, die zaken zeggen tegen de 2 oudsten? Dat is afweging. Het is heel erg aftasten. Ja, dat is heel aftasten. Afweging, ja. En ik zeg, ik ben er gevoeliger voor, omdat ik zelf in zo'n situatie als kind heb gezeten. Maar ik denk dat ik degene ben die er meest over stresst, ga ik maar zeggen. Want de kinderen aanvaarden, ze kennen hem ook wel van kleins af aan... Han, daar is zeer goed mee om. Nu, laat ik dan eens de klassieke vraag stellen. Hè. Je bent eigenlijk een mooie carrière aan het maken. En je hebt 4 kinderen. Mm-hmm. Zet ik hier maar op een sollicitatiegesprek? Hoe gaat dat samen? Ook dat lijkt vrij moeiteloos bij jou, die combinatie. Oh. Zal dat ook wel zijn? Nee, dat is niet moeiteloos, maar dat is wel een zeer bewuste keuze geweest. En de keuze waarvan dat ik de consequenties draag. Als ik thuis kom van het werk, heb ik niet gedaan met werken meestal. Maar heb ik wel 4 kinderen die warm eten van mij verwachten. Of die verwachten, ik moet naar het zwemmen, ik moet naar het skaten. Ik wil naar de tunnen, ik heb een afspraak met die. En dat wist ik van op voorhand. En dat betekent dat één keer dat ze in bed zitten, en dat we nu iedere keer later en later, dat ik dan wel nog mijn computer moet openslaan. Maar ik zou het niet anders willen. Dus moest je me vragen, zou je het anders doen? Nee, ik zou nog zelf op de dagen dat ik echt om 10:30 zeg, waar moet ik hier nu nog 3 lunchpakketten maken? 10:30, ik zou gewoon liever met een glas wijn gewoon even 10 minuten een boek lezen. zelf dan. Maar het was ook toen je moeder werd dat jij... Maar je was onderzoek aan het doen aan de Universiteit van Rotterdam. Je werd moeder en je dacht van oké, ik krijg dat niet meer gecombineerd uiteraard. Ja. Ik ga terug naar Oostende. Ik kreeg dat wel gecombineerd, want het was de afstand. Aha. Het was de afstand die voor mij moeilijk was. De fysieke afstand. Ik kon me niet inbeelden. Kijk, zo mama worden... Je weet natuurlijk niet wat je moet verwachten. Mm-hmm. Dus die bevalling weet je niet. Je weet zeker niet wat er daarachter komt. Maar zo dat moment, ik zie dat zelf nog altijd voor me. Dat je bevalt en ze geven dat mormeltje eigenlijk in je handen. En je kijkt daar natuurlijk aan. Mijn dochter had hele grote ogen, hele grote blauwe ogen. En die keek naar mij en ik dacht, dat is nu toch het mooiste
Dus er is zo instinctief, niet dat ik dat dacht, maar instinctief kwam er zo'n gevoel dat ik nog nooit voelde. En tegelijkertijd, nog geen nanoseconde later, is zo'n enorme angst. Als er daar iets mee gebeurt, dat alles van mij ligt hier nu in. Ik heb dat 4 keer, hè, dus niet. En alles ligt hier in dat mormel. En het moment dat ik dat besefte, wist ik ook dat ik kan wel niet in het buitenland gaan werken als ik hier een kindje heb in België. Mm-hmm. En heel toevallig, ik ben bevallen in augustus 2011 dus. En dat was een hele mooie nazomer. Ik weet nog dat ik op 30 oktober op het strand zat met Robin, met mijn dochter. En ik was, ik woonde toen in Oostkamp, heel eventjes naar het studeren zo. En ik heb nooit in Rotterdam gewoond, dus ik deed dit Rotterdam-Oostkamp. En ik ben terug in het appartement van mijn vader gaan wonen hier. Die was ondertussen gestorven. En die zee met mijn dochter terug ontdekken, dat was voor mij, ik moet hier terugkomen. De zee, dat is hier mijn plaats. Mijn vriendenkring, die nu nog steeds mijn dichte vriendinnen wonen hier ook nog allemaal. Dus we zijn allemaal gaan studeren in Gent en in Brussel, maar we zijn weer allemaal teruggekomen hier naar onze roots. Omdat ze slimme mensen zijn. Ja. Die weten wat dat goed leven is. En dan was ze van, ik moet hier zijn. En dan, natuurlijk een appartement op de zee, die ik, is niet geschikt met kinderen. Ik voelde dat ook, dat een afscheid was. Ik had daar samen geleefd met mijn vader. Mm-hmm. Ik had dat zoveel gedeeld met hem. Maar dat was ook een plaats dat ik associeerde met hem. En die was gestorven aan kanker. En dat dacht ik, ik blijf hier niet wonen met mijn dochter. En we hebben hier dan een fijn huis gevonden in Oostende. Niet ver van de zee. Ja. Nee. Nu, je vader, als ik het goed heb, zijn as is uitgestrooid. Ja. In de zee, hè? Ja. Ja. Nu dat je dat zegt... Ik herinner me nog, mijn vader is gestorven aan longkanker. En, hoe oud was jij toen? Hij was 59. Oh, maar hij was jong. Ik moet maar eens binnen 20 geweest zijn. Ik was al afgestudeerd, dus 23, 24. En dus we hadden een afscheid van hem genomen. En... ik weet nog dat dat enorm pakkend was. Je ziet het leven echt uit iemand gaan. Dat was de eerste keer dat ik dat zag. Iemand die afgezien had en het leven uit hem was gegaan. En ik dacht, ik kom dit hier niet te boven. Ik heb mijn soulmate verloren. Ik heb mijn beste vriend verloren. Ik wist wel, ik moet door. Ja. Het leven ligt voor me. En hij zei tegen mij, ik ben niet bang om te sterven. Ineke, maar ik ben wel bang om je achter te laten. Het is nu pas dat ik dat begreep, mezelf kinderen te krijgen. En de dag daarna, na zijn dood, ben ik gaan wandelen in mijn tuin. Ja. En de zee die was woest, die was storm. En dat was de eerste keer dat ik zo die diepe connectie voelde van... Hey, begreep mij. Hij zit ook kwaad. Ik ben ook kwaad. Waarom moest dat hier nu gebeuren? En dat zijn wens was inderdaad om hem te gaan uitstrooien op zee... En dat was een tocht op een boot met een oud-tante van in de 80 jaar. Dat was allemaal niet makkelijk. Ja. De zee was ook niet kabbelend. Maar, ik ga niet zeggen storm, maar zo was wel even gevreesd. Gaan we uitvaren of niet? Maar toeval of niet, op het moment dat hij uitgestrooid werd, kwam die zon daardoor en werd dat rustige zee. Ik zie dat nog voor me. En dan dacht ik, kijk, ze is hier weer. Ze troost me hier. Wat mooi. En ja, die zee is ook voor mij mijn papa, eigenlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Als er zoiets is, dat zo op speciale dag. Iedere keer dat er, met mijn laatste bevalling, met Alec, ik kwam uit het ziekenhuis en we zeiden, nou, weet je wat, we gaan een keer naar de zee. En dan presenteer ik hem. Kijk, pa. Het is je vierde kleinkind. En we staan het goed. Het gaat goed met ons. Als ik het zo vast zit met werk, of er moet een idee uitgewerkt worden, of ik zit zelf met bepaalde zorgen,
dan ga ik naar de zee en dan weet ik, die antwoorden komen wel. Want het fijne ervan is... Allez, ik heb het geluk gekend om mijn vader te kennen tot ik 23 was. Dus hij heeft nooit meegemaakt dat ik kinderen kreeg, dat ik verder mijn carrière uitbouwde. En ik heb er altijd wel verdrietig bij geweest, ook bij geboorte. Van, ah, ik kan het niet doen. Maar ik wil zeggen, ik heb het geluk gehad om hem toch te kennen tot ik 23, 24 was. Dus ik ken hem wel. Ik heb ook heel mijn leven samen met hem gewoond. We waren met twee daar op de zeedijk. Dus ik weet heel goed bij sommige situaties wat dat hij zou zeggen of wat hij mij zou aanraden. En dat is ook een hele troost. En die kinderen weten dat ook? Opa Zee. Opa Zee? Ja. Ja. Ah, wow. En die hebben die nooit ontmoet, maar die weten wel hoe dat hij eruit ziet. Want er staat wel een foto van mijn vader. Ze weten, hij had krulletjes. En nu met de jongste, die heeft ook krulletjes. En dat zijn de krulletjes van mijn pa. Hé. Hoe zalig is dat niet? Ja, dat is prachtig. Ja, en dan af en toe ga ik naar opa Zee. Dat zeggen we ook als het verjaardag is. Of met nieuwjaar, als we er zijn, dan ook een keer. Ja. Wow. Ja, dat is voor mij het voelt direct anders, hè. Voor opa Zeer. Ja. Nu we toch aan het kijken zijn, hè, dan de horizon in de verte. Dan ga ik jou de vaste slotvraag stellen. Ineke Stevens, wat zou jij later willen worden? Worden? Ik ben, hè. Sowieso, hè. Ik denk dat die horizon iets heel moois is. Iets om naartoe uit te kijken. En niet zozeer dat ik iets wil worden in carrière. Maar meer als mens. Vooral eigenlijk meer als mama ook. En dan denk ik dat het woord mededogen een hele mooie is. Is dat ik daar aan wil werken. Dat ik dat een heel mooie kwaliteit vind. Kwaliteit, een heel mooie eigenschap. Ja. Iets heel moois om door te trekken in al de facetten van je leven. Zowel in het werk als omgang met de mensen, als omgang met de kinderen. Denk, ja, een beter mens. Ja, word je daar een beter mens van? Ja, misschien wel. Denk ik wel. Ja. Heel mooi. Meer mededogen. Ja. Steeds meer. Dank je wel, Ineke Stevens, voor dit prachtige gesprek. Oh, dit was Ostende Bonsoir, een podcast van Acht Hoog uit Oostende met Guine Veriklaes. Productie en montage, Ronald Verhagen. Vormgeving, Ben Venesou. À la prochaine.